likes en volgers op YouTube. En welkom bij de man van goud op de goudzoek in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. Wij staan hier vandaag op de goudzoek, de goudmarkt. En hier kun je dus allemaal winkeltjes vinden met gouden sieraden, goudbaren, gouden munten. Je kan het zo gek niet praktiseren of het is hier te vinden. En ja, wij moeten hier natuurlijk verslag van doen. Dus bij deze zijn wij hier op deze goudzoek. Je ziet het, ik ben in stijl. En ja, wij willen jullie graag meenemen en natuurlijk het een en het ander laten zien. Nou mensen, bij het eerste winkeltje in de goldzoek is het al gelijk jackpot. We staan hier bij een ring. Bijna 64 kilo is deze ring. Het gewicht van het goud wat gebruikt is 58,686 kilo goud. De ring is 21 karaat, mensen. Moet je eens kijken wat een waanzinnige, dikke ring. En de steen die in die ring zit, en daarvoor moeten we even naar buiten lopen om dat beter te kunnen zien. En ja, er lopen hier allemaal toeristen rond die dat natuurlijk ook allemaal geweldig vinden. Kijk, er zit een mooie kristallen steen in. En deze ring is daardoor ook gemaakt door Swarovski. Is dit dik of is dit dik? Ik denk dat het lastig is. Ik denk dat het lastig is om deze ring om je vinger te doen. Hij is ook niet te koop. Maar dit is wel een waanzinnig vette gouden ring. En deze ring staat ook in het Guinness boek als wereldrecord. Grootste ring ooit gemaakt. Gaan we even terug naar binnen toe, lekker in de airconditioning. Buiten is het namelijk 38 graden. Kijk hoe sick. Wauw. Nou, kijken ze volgens op YouTube. Ik heb een winkeltje gevonden waar ik eindelijk mocht filmen. Het is echt waanzin wat je hier allemaal ziet aan sieraden. En het is allemaal 18, 21, 22 karaat. Het is echt waanzin. Kijkt u rustig eens rond. Echt, een en al goud. Ik loop even naar deze vitrine toe met allemaal ringen. Ik verontschuldig mij vast voor de reflecties van het vele licht, maar het is echt... Je kunt hier echt, als je mooie gouden sieraden zoekt... Laat ik het zo zeggen, je kunt je snackhand flink laten gaan hier. En dit soort winkeltjes vind je dus plenty in deze goudzoek. Nou beste volgers op YouTube, ik sta hier bij een diamantair zou ik willen zeggen. En deze man die gaat ons wel in het Engels wat meer vertellen over zijn juwelen, his jewelry. De kwaliteit, de quality. En you tell us about your nice, these are bracelets and necklaces, and right? Yes, of course. Yeah. So this one we have the starting from the necklace, from the diamond. Here we have each diamond that around 0.25 carat, each diamond. Yeah. So here the diamond here, we have manufacturing in Thailand, we have supplier in Thailand, we choose the diamond one by one before starting the work because we want to take the clarity and the color for everything. Okay, so let me explain it in Dutch. Zij kiezen hun eigen diamanten uit Thailand en ze worden op helderheid en kwaliteit worden ze uitgezocht. En deze diamanten, how much carat were they each? This one, each one 0.25 carat. Ze zijn een kwart karaat per stuk. En dit is dan een ketting. Ik zal hem straks even in beeld brengen. Ik zal straks alles even in beeld brengen. And like the prices, you gave me some prices, and the prices are not too bad. How is that possible? Is it because there is in Dubai no tax? No, in Dubai we have tax, but we are manufacturing. We don't recharge our client tax because we are manufacturing. So, and also we are wholesaler diamond. Like this, you tell me it's the price. Why it's not expensive? So because you have your own factory, yes, you don't need to charge extra taxes. No.
Kijk, dat is interessant. Ze hebben dus een eigen fabriek, waardoor ze dus het wat goedkoper kunnen aanbieden. Ja, laat u zich niet in de maling nemen, want dit zijn toch wel best wel behoorlijke prijzen voor deze sieraden. Maar ik denk dat je in Nederland gerust een derde meer zou betalen voor deze fantastische mooie sieraden. This one I want to show you something from my work. We are wholesaler diamond. So we are taking care about the jewelry and about the gold and the diamond also. Like the gold we can give you up 100%, the purity will be around 750. It means 18 karat gold. And the diamond, before we are making the jewelry, we have our team to take the diamond one by one. We choose all the necklace, all the bracelet, all the ring. It's like 100% the same quality. Means example, we can give you like ring mix VSS1 GH color or like all VS. So before start sitting, you want to take care about the work and about the jewelry and the quality for the work. See inside, it's also, we make polishing inside, outside, because we don't care about the gold loose. We need to take care for about my client. You take something nobody in the world they have. And also, okay, so let me recap it in Dutch. Ze geven niks om het goud wat ze weggooien. Ze willen dus echt ervoor zorgen dat de sieraden mooi gepolijst zijn, dat ze er fantastisch mooi uitzien en dan ook nog eens een keer voor een goede prijs. Right? Yes. Nou ja, beste kijkers en volgers op YouTube, ik ga nu afscheid nemen van deze man. Ik laat bij deze man iets moois op maat maken. Ik zal zijn details onder de video zetten. Thank you very much for all your explanations. You're welcome anytime. We will come back. But for now, I want to thank you very much for your explanations. En ja mensen, we kunnen hier de hele dag wel filmen. Het is één en al snoepwinkel als je van goud en diamanten houdt. Het is echt waanzinnig hier in Dubai. Dus ja, het is wel heel erg heet, maar het is echt onwijs mooi. Dank u wel. Thank you very much. Dankeschön. Dankeschön is Duits. In Hollandisch, we say dankjewel. Dankjewel. Oké, shukran. Shukran. Oké. Beste kijkers en volgers, vanaf de goudzoek in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten, heb ik u een beetje een indruk willen geven wat hier allemaal zo te vinden te koop is. Er is nog veel meer wat ik niet heb laten zien, maar we mochten niet overal filmen. En ja, ik heb toch geprobeerd zoveel mogelijk aan jullie te laten zien van wat er zoal hier te zien en te koop is. Er zijn sieraden vanaf een paar honderd euro tot sieraden die over de 100.000 euro gaan. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het hier vinden op de goudzoek in Dubai. Vanuit een heet Dubai zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.